Het is vandaag 20 juli 2021 en ik voelde vanochtend dat ik weer eens een keer wat moest gaan opnemen. Ik heb het gehad over de begin- en de eindtijd. We leven in een eindtijd waarvan ik zei, mijn einde van de eindtijd is het begin van de begintijd. En ik heb al iets verteld over dat je zelf vragen kunt stellen. Als je voorbereidt op wat je wil in je leven en hoe je de begintijd wil vormgeven. Maar ik wil het ook vandaag even hebben over wat er op je afkomt en de keuzes die je erin kan maken. Eigenlijk de keuzes die je erin moet maken, want anders word je meegenomen in worden de keuzes voor jou gemaakt. Word je meegenomen in wat je wordt voorgeschoteld. Wat er op ons afkomt, de begintijd die ons voorgeschoteld gaat worden, is een digitale werkelijkheid. Een digitale wereld. Waarbij alles meetbaar is, waarbij alles gestructureerd is, waarbij alles gecontroleerd is. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet de wereld is die we zouden moeten creëren. Ook niet de kant is die we op zouden moeten gaan. Ik ben ervan overtuigd dat de tijd die gaat komen, de begintijd, de nieuwe tijd, de tijd is van het hart. De tijd is van het gevoel. En wat is een tijd van het hart? En wat is de tijd van het gevoel? De tijd van het hart en de tijd van het gevoel wordt gekenmerkt door compassie voor elkaar. Door solidariteit. Door samenwerken. Door voor elkaar opkomen. Dingen met elkaar delen. Dat is een uitdaging voor onze mensheid om op deze manier, de weg van het hart, een heel nieuw level, heel nieuw niveau in onze ontwikkeling van mensheid te gaan creëren. Lang genoeg zijn we verdeeld geweest. Lang genoeg heeft het ego, wat de mens wil, wat machthebbers wil, heeft bepaald wat we gaan doen. Dat heeft geleid tot oorlogen, dat heeft geleid tot vervuiling, dat heeft geleid tot tegenover elkaar staan, dat heeft geleid tot een enorme polariteit in onze samenleving. En de uitdaging die we hebben is vanuit het hart deze polariteit op te heffen. Het is goed dat er verschillen zijn, natuurlijk, want dat maakt het leven interessant. Een man is verschillend van een vrouw en een man mag volledig man zijn en een vrouw mag volledig vrouw zijn. Dat maakt het alleen interessant, we hoeven niet hetzelfde te zijn. In de digitale wereld is alles hetzelfde, is alles van nulletjes of eentjes, maar vanuit het hart kunnen we in onze verscheidenheid, in onze diversiteit, één worden. Eén met de natuur, één met de mensen om je heen, één met het leven om je heen. En als je het leven vanuit het hart, begint het altijd met het gevoel. Wat voel ik? Wat ga ik met dat gevoel doen? Ga ik mijn gevoel volgen? En als je vanuit het hart leeft, zeg je altijd ja tegen het gevoel. Zeg je altijd ja tegen wat je wilt, diep in jezelf. En dat betekent ook dat je terug kunt gaan naar de tijd dat je jong was, dat je kind was. Welke dingen maakten jou enthousiast? Welke dingen vond je leuk om te doen? Ga eens terug daar naartoe en kijk eens hoe je die nu in je leven zou kunnen vormgeven. Welke waarde hecht je aan de dingen in het leven? Welke waarden zijn echt belangrijk? Als je zegt van ik wil leven uit het hart, dan heeft dat de hoogste waarde in het leven. En dan kan je de dingen daarvan uit meten. Als je zegt ja, ik vind concurrentie belangrijk, waar onze hele economie op is gebaseerd, ja, dan geef je dat de hoogste waarde. Maar dat betekent wel dat je in de samenwerking en in het delen met elkaar, dat je dat stuk vanuit het hart niet accepteert en links laat liggen. Ik daag iedereen uit om eens te voelen en om eens voor zichzelf na te gaan wat leven vanuit het hart voor hem, voor jou, voor haar betekent. Dat was eigenlijk wat ik vandaag wilde zeggen. Niet zo'n lange vlog vandaag, maar wel een heel belangrijke. En ik kom hier nog later nog op terug, want ik denk dat dit de essentie en de basis is van waarop we op een nieuwe manier onze samenleving kunnen vormgeven. En vergeet nooit dat solidariteit,
zo'n enorme kracht is. Het samen doen zo'n enorme kracht is waar niks tegen bestand is. Leven uit het hart, leven uit liefde. Dat is de grootste macht die we hebben. En het bewijs ligt er, hè, vanuit solidariteit viel het Oostblok, is de Berlijnse muur gevallen. Hè, die organisatie die toen opgericht werd in Polen onder leiding van Jaruzelski heet ook Solidariteit, Solidarność. En het hele grote Sovjet-imperium stortte in elkaar. Gandhi is er een heel groot voorbeeld van, die vanuit de liefde, compassie, vrede, het hele British Empire tot het Verenigd Koninkrijk nu heeft gereduceerd. Dus, leven vanuit het hart brengt je de grootste kracht met zich mee en geeft je ook een enorme vervulling, een enorme tevredenheid in het gevoel en in je leven. En ik wil zeggen, ga de uitdaging aan, onderzoek de weg van het hart, onderzoek hoe je je leven vanuit het hart kan vormgeven. En wat je voorgeschoteld wordt, dat is digitaal, dat is kijken naar, dat is niet het zelf ervaren, dat is vanuit je bank naar natuur kijken in plaats van lekker er zelf in lopen wat ik nu doe. Wil je ervaren? Wil je een vol leven hebben? Zou ik maar één ding zeggen. Onderzoek de weg van het hart. Namaste.